Go Ahead Eagles speelt zonder de geschorste Van Ieperen en zonder de zwaar geblesseerd geraakte Wout Drosten. Go Ahead Eagles wordt geholpen door deze verkeerde paas van Christopher Mamenge, die vervolgens ook mis zit bij de sliding. Navratil geeft voor en dan achter het standbeen langs Corbos. De Amerikaanse Fransman die overkwam van Wattenscheid uit Duitsland. Nog via een tegenstander Santiago, maar wel een fraaie goal voor de Eagles. Die net als Jong Utrecht 3 punten hebben na 2 wedstrijden. En uit de startbokken vliegen in eigen huis. Want dit is Van der Venne na iets meer dan 10 minuten. Jaagt hij de bal achter doelman De Keizer van Jong Utrecht. En staan de Eagles al met 2-0 voor. Vorig seizoen was dit voor beide ploegen de openingswedstrijd. Toen werd het 5-0 voor de Go Ahead Eagles. De ploeg van Jack de Gier die zei geschrokken te zijn van die flinke nederlaag tegen Cambuur. Navratil al een keer aangever. Nu kiest hij voor eigen succes. 5 minuten na de rust. En dan dreigt er weer zo'n monster scoren als vorig jaar voor Jong Utrecht, dat afgelopen maandag nog wist te winnen van Top Os. Corbos met de voorzet. En daar is de koppel van Lieftink. En 10 minuten na de rust al 4-0. Vervolgens gaat wel de voet een beetje van het gaspedaal bij Go Ahead Eagles. En dat zal tot grote opluchting zijn geweest van Jong Utrecht. Anders was de score vanavond nog veel verder opgelopen. Komt nog wel een rode kaart. Alex Bos ziet dit als het neerhalen van een doorgebroken speler door Tommy Santiago. En hij moet er na 3/4 wedstrijd vanaf. Dan zitten we inmiddels op de 90 minuten. Is dit nog een heerlijke zwabberbal van Elmo Lieftink. Maar het blijft bij 4-0. Dus herstellen de Eagles zich van die flinke nederlaag van vorige week.